Wat heb jij een goede onderneming opgericht voor een vrouw? Wat goed als je mag reizen, werken en studeren als Marokkaanse. Dit is maar een greep van de dingen die ik en vele anderen dagelijks te horen krijgen. En ik vind dat het tijd is. Het is tijd dat we die toon veranderen. En dat we deze termen, die een negatieve lading hebben gekregen van de samenleving, omzetten tot iets positiefs. Ik ben namelijk een ondernemer. En het feit dat ik een Marokkaans-Nederlandse vrouw ben, draagt juist bij aan het succes van mijn onderneming. Mijn naam is Jasmina Kababi, 27 jaar oud en de founder van het sociaal onderneming Fresh Table. En ik sta hier vandaag voor u op het podium van de Global People Awards 2022. En als mijn moeder nu zou zeggen, gefeliciteerd, maar niet naast je schoenen gaan lopen. Hè? Blijf bescheiden en wees je ook bewust van je kracht en laat niemand met je sollen, voegt ze er dan aan toe. Hard werken, haal je diploma's, wees eerlijk, blijf bij jezelf. Dat zijn de dingen die ik meekreeg van het huis. En zo startte ik bij mijn opleiding bestuurskunde. Momenteel volg ik ook nog de master in management en leadership. En in 2020 startte ik met mijn sociale onderneming Fresh Table. En met Fresh Table bezorgen wij heerlijke en eerlijke halal wereldgerechten aan huis door heel Nederland. En ik startte met ondernemen vanuit een passie. Een passie voor het verbeteren van de wereld, een passie voor voeding, maar ook juist uit een passie voor het ondernemen. En ik combineerde deze passie met mijn frustratie. Mijn frustratie over hoe er vandaag de dag werd omgegaan met maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die mijn generatie bezighouden. Zoals eerlijke en betaalbare toegang tot voeding, klimaatverandering, maar ook hoe er vandaag de dag werd omgegaan met statushouders en vluchtelingen. Want je diploma is niet minder waard, alleen omdat je het in het buitenland hebt behaald. En met Fresh Table erkennen wij het echte talent van mensen. En met onze Share Meal campagne, waarin klanten een maaltijd kunnen kopen voor iemand anders in nood, hebben we samen met onze klanten al meer dan 1000 maaltijden kunnen doneren. En nu sta ik hier, 2 jaar later. En als er iets is wat ik heb geleerd in mijn reis als jonge sociale ondernemer, is het al dat je moet geloven in je eigen kracht en dicht bij je eigen normen en waarden moet blijven. Laat je niet afleiden door wat een ander doet en het geruis. Awards en titels en prestaties, je hoeft je LinkedIn maar te openen en je ziet weer de zoveelste 10-jarige CEO die weer 1 miljoen euro heeft binnengesleept. Nee, waar het echt om gaat, is wie je bent. Je bent namelijk meer waard dan cijfers en likes. En zoals de great Malcolm X ooit zei, a man who stands for nothing will fall for anything. Dus wees jezelf en blijf bij je eigen kracht. En mijn visie is dat wij, deze generatie, de leiders zijn van de toekomst. Ik droom namelijk van een wereld waarin duurzaamheid, diversiteit en inclusie niet meer als een optie worden gezien, maar als een vereiste kernwaarde in alles wat we doen. Ik droom van een wereld waarin elke vluchteling gelijk wordt behandeld, ongeacht zijn of haar etniciteit. Ik droom van een wereld waarin een Fatima evenveel kans heeft op een stageplek als een Fleur. Ik droom van een wereld waarin wij het gewoon hebben over keigoede ondernemers en niet meer de term vrouwelijke of mannelijke ondernemers nodig hebben. Dankjewel.